Mijn beste vrienden Paramaribo, groeten met een bigie barazza steek van de hart en puur natuur. Devi rustig terra, Devi rustig noarang en noem ik de wongstmatja jo Achter mij, lieve mensen, waar ik zich ook mag bevinden, is een prachtig schouwspel. Want wat zie je? Toeristen die zijn bezig te genieten van het mooie Suriname. Ze genieten van de schoonheid. Prachtig. Kijk hoe ver het water komt. Ja, dat wil ook zeggen, lieve mensen, dat onze familie in het binnenland verschrikkelijk klaagt, want er is geen water. Als de rivieren zo lang niet uh, worden uh, gevoed door de regen, dan drogen ze op. Dan ontstaat er een vaargeul in de rivier waar kleine bootjes kunnen. kunnen, kunnen doorvaren. Meestal ook... getrokken door de... mensen die in de boot zitten. Ik ken dat, lieve mensen. Het is een prachtig schouwspel. Het is prachtig om te doen. Het, 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 het is een soort eenheid... die je hebt als je even in, in het binnenland zit. En die boot komt vast te zitten. Daar stappen de mensen uit. Allemaal. Mannen en vrouwen. Alleen wie jonger is... Dan 50 kan blijven zitten. Maar allemaal jonger. Wat zeggen? Wie ouder is dan 50 kan blijven zitten. En de jonge mannen en jonge vrouwen. En de bootsmannen. Die slepen die boot over die sula heen. En komen ze verder in de, in de vaargeur. En kunnen ze verder gaan. Maar kijk hoe mooi het schouwspel is. Hè? Ik zou elke toerist. Op zoek naar ecotourisme aanraden Suriname nu aan te doen. Boek snel je ticket en kom. Denk eraan dat je ze altijd een vuilniszak meeneemt om je troep in te pakken en weer terug te nemen naar Suriname. Ik bedoel, naar Paramaribo. Iedereen ziet. Paramaribo als Suriname. Wat een schande. We hebben nu 50 jaar één stad. Wat? Rustig viel. Rustig vie. Geniet van het binnenland. En diffie rustig jaar Dan Noem ik next. Tjayu Edegwe. Paramaribo goed? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Die binnenlandbewoners die klagen natuurlijk voor water. De overheid die heeft gezegd, ze gaan water brengen en het probleem oplossen. Wat de overheid zou moeten doen. In al die landen, al die landen, al, nee, zo noemen ze het in Suriname, Alleen in Kondre, dat betekent al die dorpen. In al die dorpen zouden putten moeten worden geslagen. En in alle gevallen geboord worden naar water. Water is belangrijker dan olie. Zonder water kan je hartstikke dood. De volgende. Waarom hebben we